Misschien win ik wel. Welkom bij een nieuwe video en in deze video gaan we iets totaal anders doen, want de laatste maanden ben ik krachttraining met boksen aan het combineren. Maar hier in Thailand heb je niet boksen, maar heb je natuurlijk Muay Thai. Dus dat gaan we vandaag proberen. Het is niet zo gewoon als boksen. Je hebt trappen, je hebt knieën, je hebt ellebogen, alles erop en eraan. Dus vandaag gaan we er samen achter komen wat het precies inhoudt, hoe pittig is en ook vooral hoe goed ik erin ben of juist niet. En het is 32 graden, de zon staat vol op de gym, maar we hebben er zin in. Dus vind je nou een toffe video, vergeet even een like achter te laten en te abonneren. En dan gaan we beginnen. Oké, we zijn niet begonnen met de workout, maar we hebben het belangrijkste wel gehad. Namelijk het shooten van de thumbnail. En ik ben me al helemaal rot aan het zweten. En ik denk ook dat dat de grootste uitdaging van vandaag wordt. Ik denk niet per se conditie, want mijn conditie is de laatste 3 maanden echt flink verbeterd. Maar ja, we gaan zien of dat zo meteen ook blijkt. Maar ik denk vooral het techniekstukje, omdat ik normaal gesproken alleen aan het boksen ben met een hoek, uppercut. En nu heb je opeens die ellebogen, knieën. Dus ik ben heel benieuwd of ik een beetje kan bijhouden met alle dingen die er zijn. Volgens mij mag je elkaar zelfs ook tackelen. En ook echt de hit, jongens, want het is echt heel erg heet. Maar we gaan volgens mij zo meteen beginnen met de warming-up. Gaan we knallen. Nou, een paar dingen die ik heb geleerd. Ten eerste, een Muay Thai master is veel te vriendelijk, maar je weet zeker dat hij echt helemaal in elkaar slaat. En daarnaast een paar dingen, bij elke slag of elbow wil je eigenlijk meestappen. Dus bij een jab stap je erin, elbow draai je mee, uppercut stap je weer mee. En dat is een beetje hetzelfde als met boksen. Dan komt de meeste kracht eigenlijk uit je core en uit je stappen. Alleen nu heb je zoveel meer dingen waar je aan moet denken. En dan deze handschoenen aan, ik ben kapot. Do you fight in competitions as well? Ja? Yeah? Do you win? No, I win. I don't need no stop. I 50 la. And what is the biggest mistake people make with Muay Thai? I speak England a little bit. Ah, okay, no problem. I am all. Oké, over dat conditiestukje. Toch best prettig. En ik merk verder weg dat mijn grootste uitdaging echt de trappen zijn. Ben ik niet echt gewend, ik ben snel uit balans. Moet er veel over nadenken. En één tip wat hij meegaf, is dat je met je armen nog wat extra momentum kan krijgen. Door bijvoorbeeld een rechter vooruit trapt, dat je dan de hand die je trapt naar achteren haalt. En dan krijg je nog een beetje zo'n effect dat je een beetje momentum creëert of zoiets. Maar daar valt in ieder geval nog heel veel winst te behalen. Muay Thai is in ieder geval hardcore, man. Ik gaf hem net die knietjes. En hij was al van harder, door, harder. Ik dacht echt, alles eruit gooien, joh. Maar iedereen heeft wel die video's gezien van Muay Thai. Dat ze je buik slaan en dat ze ellebogen in je buik. Dus aardig hardcore. Hup, hop, water.
Water. Nou, het is 42 minuten in de training. Ik ben echt helemaal kapot. We moeten nog 18 minuten. Dat worden 18 hele lange minuten. Ik hoop eigenlijk dat ik nog even met hem ga sparren. Ik ga zo even vragen. Maar het zou wel vet zijn als ik nog even met elkaar word getimmerd door een Muay Thai master. Misschien win ik wel. Nee, denk ik niet. We gaan even sparren. Techniek. Techniek, ja. Yeah. Should I need a thing? No. You sure? I saw your elbows. En bij het sparren dacht ik even een commentaar te doen met gelijk wat verbeterpunten. Want zelf zag ik er enorm veel, maar ja, was wel een beetje te verwachten bij de eerste keer Muay Thai trainen natuurlijk. En een van de dingen die me gelijk opviel is dat mijn reactievermogen nou niet echt bepaald snel was. En dat ik ook gewoon merk dat ik nog veel aan het nadenken was over alle mogelijkheden. En misschien te veel aan het nadenken in het begin, maar ja, dat is redelijk logisch. Gelukkig is de trainer redelijk aardig in het begin, dus probeert me gewoon een klein beetje uit te dagen, maar geeft me ook even wat ruimte om even een beetje in te komen. Mijn handschoenen zijn goed hoog, die hou ik wat dat betreft goed bij mijn kin, dus dat is positief. Ellebogen dichtbij, dus de typische boxhouding. Je ziet dat hij meer een Muay Thai houding heeft met zijn handschoenen wat lager, omdat je ook kan trappen natuurlijk. En hier trapt hij me al gelijk lekker en eigenlijk moet ik die opvangen met mijn schenen. Maar het verdedigen van trappen, dat zit nog helemaal niet in mijn systeem in deze video. Zelf probeer ik ook wat trappen uit. Handschoenen blijven nog redelijk goed hoog. Nou, trap wel, maar dan niet echt met veel vertrouwen. En ik weet dat hij veel sneller is dan ik, dus je ziet me ook veel twijfelen in de bewegingen en nadenken over hoe ik het dichtbij kan komen. Probeer ik wat met een hoek. Gewoon wat jabs om te kijken wat zijn reactie is, maar hij reageert snel met trappen of met een klap terug. Snel een bodyshot van hem. Volgens mij had ik hier een beetje een bodyshot bij hem. Gewoon wat jabs om te kijken. Natuurlijk is het ook sparren. Probeer ik ook wat trappen voor de afwisseling. Zie dat ik snel uit balans ben na een trap. Ik mis en hij maakt daar gelijk gebruik van. Ik moet natuurlijk weer lachen, want ik moet altijd lachen. Probeer ik een jab hoekcombinatie waar hij gelijk een trap terug kan geven. Probeer ik maar voor wat serieuzere trappen te geven. De vermoeidheid kikt in, dus je ziet ook dat mijn handschoenen wat lager hangen nu. Die moeten eigenlijk gewoon bij je kin blijven als dekking. En zie je vooral elke keer als ik sla of als ik, vooral als ik trap, dat mijn dekking echt wegzakt. En eigenlijk moet de kant waarmee je slaat of schopt, daar moet die dekking gewoon nog echt bij je kin zijn. En nu zie je dat ik het ook zag en probeert hij me eigenlijk ook gelijk weer een hoek of een trap te geven. Dus hou die handschoenen ook gewoon hoog. Ook als je aan het trappen en aan het slaan bent. En breng die handschoenen gelijk weer terug. Hier ziet hij ook. Ik trap, mijn handschoenen zijn helemaal weg. En hij probeert snel met de counter te komen. Nu zijn mijn handschoenen wel weer wat hoger. Hou ze hoog. Het verdedigen van die bodyshots gaat nog niet goed. Kijk, ik draai weg. Dat moet je ook gewoon niet doen. Je moet gewoon of met je armen of met je benen de trap opvangen en niet wegdraaien. Nu zie je me weer eigenlijk meer absorberen in plaats van draaien. Nou ja, nu trapte ik helemaal twijfelachtig. Maar ik probeer terug te komen en wat te doen. Ik heb het gevoel dat als ik dichterbij was, dat ik meer had. Dus probeer ik iets dichterbij te doen, iets meer in mijn comfortzone met boksen, wat ik iets meer gewend ben. Hou ik mijn trap in, ik weet niet waarom. Maar dan zie je dat hij gelijk terugkomt. En elke keer als ik trap zie dat hij snel reageert en dat mijn reactievermogen is gewoon een heel stuk lager. Ik ben wat dat betreft een stuk groter, maar wel een heel stuk langzamer in mijn bewegingen. En ook als ik jab zie dat ik veel gaten open hou voor hem. Nu zie je dat ik wel probeer te absorberen en gelijk terug te komen. Handschoenen gaan lager. Oh, die handschoenen moeten omhoog blijven. En nu wordt de trainer ook fanatiek. Merk ik aan alles. Handschoenen blijven een beetje laag, maar op zich. Ja, en dat was dan de match. Eerste sparsessie in de boekjes. Lekker.
Oké, dat was de Muay Thai training. En zoals je ziet, ik zou net zo goed in een zwembad gevallen kunnen zijn. Ik ben echt helemaal doorweekt. En in het echt is het waarschijnlijk nog erger dan bij de beelden. Maar ik was een beetje onder de indruk op het moment dat we gingen sparren. Ik had echt het gevoel van, oké, hij heeft al waarschijnlijk al 50 of 100 wedstrijden gedaan. En ik moest nog steeds heel erg wennen aan het verdedigen van de kicks en de ellebogen en dat soort dingen. En ik had ook geen bitje in. Dus ik hield me een beetje in. Ik had gewild dat we nog een ronde gingen of ik nog iets meer kon doen. Maar dat is wel weer even voor de volgende video. Want ik ga nog zeker meer Muay Thai doen. En het sowieso ook nog een keertje filmen. Dus dat was in ieder geval wel voor deze video. Ik hoop dat je het tof vond. Misschien heb je wat geleerd van Muay Thai. Misschien ga je het ook proberen. Of vind je het gewoon leuk om mij kapot te zien gaan en ingemaakt worden door een Muay Thai master. In ieder geval, als je het een tof video vond, geef even een like achterlaten. Abonneer op het kanaal. En dan zie ik je in de volgende video.